Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. En het is tijd voor de vijfde en laatste mystery weer dat ik onlangs van Waldo mocht ontvangen. En ook het laatste mystery weer dat ik momenteel op voorraad heb staan. Dus ja, jullie weten hoe het werkt. Als jullie meer mystery beers willen zien, het klinkt altijd zo... Oh, ik haat het. Het klinkt zo gimme gimme, hebberig hebberig. En zo bedoel ik het niet, maar het is de enige manier waarop mystery beers werken. Ik ben best benieuwd naar deze, want... Ik kreeg het idee dat Waldo misschien nog wel het meest nieuwsgierig was naar mijn reactie op deze. Hij wou er ook heel graag bij meedrinken. Wanneer hij me ging kijken, dat hij hetzelfde bier erbij ging pakken. Er was zelfs nog wat gepraat over hem live doen. Maar toch, ik film mijn Mystery Beers liever. Het is nummertje 5, zoals je kunt zien. Ja, ik kan er nog heel weinig over vertellen. Ik hoop dat de belichting een beetje fatsoenlijk is. Het is woensdagavond. Ik had zin om een review te filmen en ik had zin om een Mystery Beer. Wat zijn mystery beers? Jullie sturen mij bieren op en ik moet gaan raden naar aanleiding van geur, kleur, smaak, dergelijke. Wat voor bier het is en waar we het over hebben. Adjuncts, alcoholpercentage, misschien zelfs het bier zelf. Het is mij één of twee keer gelukt om het bier zelf te kunnen raden. Nou, en Waldo heeft in het verleden al eens een keer eerder mystery beers opgestuurd. Dit was zijn tweede keer. En beide keren echt hele gave bieren. Ik heb een donkerbruin vermoeden. Ik weet niet waarom, Waldo kennende. Als we het hier over een heel, heel, heel donker bier gaan hebben. Oh jawel, dat schijnt zo goed als gitzwart. Met een hele donkere schuimkraag. Best nog wel een redelijke schuimkraag ook. Voor iets wat zo donker is. En waarvan ik nu al wat dingen ruik dat ik denk, dit moet al bijna barrel-aged zijn. Best een hele dikke schuimkraag nog. Ik hoop echt dat voor jullie alles er een beetje goed uitziet. Maar ja, goed, ik zit natuurlijk zo in het licht. Het licht komt op mij. Dus misschien ben ik juist heel goed te zien. Terwijl ik denk... Dat het niet zo is. Het bier schenkt zo goed als zwart. Maar op een hele lichte, of een hele donkerbruine tonen erin. Voornamelijk gitzwart met een ja, hele donkere, super mokka kleurige schuimkraag. Die behoorlijk aan het verdwijnen is. Ik zei net dat hij best intens was, maar hij is behoorlijk aan het verdwijnen al. Ik zie voornamelijk nog wat soort van zeepachtig schuim bovenop dat ook al aan het gaan is. Wat grove bubbeltjes, bovenop. Hoge alcoholpercentage en of barrel aged. Kan niet anders. Waarschijnlijk een imperial stout. Laten we eens even kijken wat dit doet in de neus. Absoluut barrel aged. Ik ruik iets heel bekends. Ik ruik cacao, ik ruik chocola, ik ruik wat hinten van koffie. Ik ruik iets heel bekends. Iets dat een licht assige smoky peaty, nou smoky peaty heel subtiel, niet incredibly heavy forward in dat smoke peat, ashy, leathery tobacco, kom ik weer met mijn Engelse termen. Niet heel heftig in dat rook, leer, tabak, maar het heeft er wel een beetje zitten erin. Er zit ook iets dat een beetje moeilijk denken aan char van zo'n vat. Wanneer een vat geblakerd is, geblakerd wordt voordat er iets ingaat. Alleen heb ik het vermoeden dat we het hier wel over... een Schotse whisky hebben. En ik wilde... in mijn vorige mystery beer van Waldo is het me gelukt om het vat te raden. Eén van de twee vaten achteraf trouwens. Ik vermoed dat we het hier over een Artback vat hebben. Ik vermoed dat we het hier hebben over eigenlijk ook een bier dat uit zichzelf een beetje smoky is. Er zitten absoluut die chocolade, koffie, tonen in, geroosterde mouten. Misschien een lichte hint van iets dat neiging umami gaat, alleen niet zo heftig als ik het in sommige bieren wel eens terug krijg, maar er zit misschien een hint van iets van umami in. Savory, hartig. Het is een beetje hartig. Grappig, nou dat hij me weer denkt aan het vorige vat. Nu ik een beetje zo ruik, krijg ik toch een beetje dat... licht ziltige ook weer. Het is best een heavy barrel forward bier. Het zou me niks verbazen als deze. Dit weer echt zo'n typisch, ik zeg het vaker, dit is echt zo'n bier dat waarschijnlijk even tijd nodig heeft om goed naar voren te komen. Er zit misschien er zit een licht fruitig component in. Eiken, licht droog.
ik moet deze maar gaan proeven. Want ik heb het idee dat er in de smaak wat meer naar voren gaat komen dan de neus. De neus is best barrel forward. En inderdaad, een beetje smoky peaty. Ik heb het vermoeden dat het wel eens een hint van beide kan zijn. Dat we het hebben over zowel smoky peaty uit het bier zelf. Dus wat licht gerookte mouten. Turfgerookte mouten, geturfde mouten. En een barrel zelf. Hij ruikt trouwens wel heel erg lekker. We gaan eens even kijken wat hij doet qua smaak. Bedankt Waldo. Proost. Dat smoky peaty ashy component onderdeel. Dat rokerige assige. Echt heel assig. Zo, oh mijn god, wat is dit goed. Oh mijn god, wat is dit lekker. Oh my god. Oh mijn god, wat is dit lekker. Oh my god, wat is dit lekker. Dat bijna smoked sausage idee. Hartig. Dat niveau van, dat er een soort van runde bouillon, beefstock component onderdeel aan zit. Sorry dat ik zo vaak in mijn reviews van die Engelse termen gebruik, maar daar kan ik mezelf gewoon af en toe beter mee articuleren. Articuleren? Wauw. Vocab. Dat soort van, het is ontzettend rokerig, zo super rokerig, dat je bijna denkt, je hebt het hier over volgens mij noem je de term warm gerookt. Dat het echt letterlijk boven de vlam gerookt wordt. Dat je het hebt over een bepaalde worst. Het heeft een bepaalde hartigheid van als je denkt aan runderbouillon en dergelijke. Ik zeg nou niet meteen een runderworst. Maar denk aan bijvoorbeeld bepaalde vleessoorten die echt vlak boven vuur heel intens gerookt worden. Fucking fruitvliegjes. Dat soort. Tyfus op. Dat soort gerokerige intensiteit. Maar ook dat hartige. Ja, ik kan het niet anders beschrijven als gerookt. Het is niet dat hij naar een bepaalde soort vlees ruikt, maar dat soort hartigheid, dat soort rokerigheid van heel intens gerookt vlees. Er zit een bepaald kruidig component aan, een soort van savory woody, dat hartige, houtige kruiden. Denk dan richting je tijm, rozemarijn, dat soort dingen. Niet dat je specifiek een kruid hebt, maar inderdaad, wederom een soort van gekruid vleesachtig idee. Barbecue. Het ruikt naar barbecue, behalve dat je het vlees ruikt, maar je ruikt gewoon echt die kruiden die boven dat vuur lopen te roosteren. Misschien dat er een bepaald kruidelement aan toegevoegd is. En inderdaad, je chocolade zoete tonen, bitterheid, subtiele koffiedingen. Fruit, bijna iets jeneverbesachtig. Er zit iets in dat me doet denken aan jeneverbes op een of andere manier. Ik weet dat er bepaalde brouwerijen bepaalde stouts maken met jeneverbes erin. Ik weet dat Poyala wat doet. Misschien is het. Ik wil bijna zeggen weer dat het hier om een Poyala gaat. Want ik weet dat Waldo gek is op Poyala. Hij weet dat ik gek ben op Poyala. En ik weet dat hij een keer een geweldige stunt heeft gedaan. Dat ik de hele tijd zei, dit moet een barrel-aged versie zijn van Kokelberger. Maar dat kan niet, want Kokelberger, de barrel-aged versie, de cellar series, daar zit wax omheen. Wat hij er dus echt zijn uiterste best heeft gedaan om dat er allemaal van af te krijgen. Straks is dit gewoon, het zou me niks verbazen als het een Poala cellar version is. Dit is een stukje invullen trouwens hoor, omdat ik dan Waldo ken. Ik begin me af te vragen of we het hier hebben over een blend van verschillende vaten. Er komen een paar bourbonachtige tonen naar voren. Een beetje dat soort van. Sommige van die bourbons hebben een beetje een bubblegum sweetness. Lichte kokostonen. En er zit een char in die me doet denken aan een geblakerd niveau van het hout. Dat me doet denken aan sommige bourbons. Het zou wel eens een blend kunnen zijn van verschillende vaten dat we het hebben over. Trouwens, ik weet dat ik met een dopje aan het pielen ben, maar ik wil iedereen even laten zien. Het zit er allemaal nog aan hoor. Ik kan niks zien. Ik kijk ook die kant op, dus ik zie echt niks. Misschien een blend van. De vorige was ook een blend van twee verschillende vaten. Maar er komt nu wel iets meer naar voren dat me een beetje aan bourbon doet denken. Allemaal wat subtieler. Wat lichte hinten van dat kokos. Wat lichte hinten van dat. Flipping. Als we nou eens een stapje terug gaan. En dat het dus niet op een gerookt whiskyvat heeft gelegen. Maar dat echt puur het bier zelf gerookt is op een bourbonvat.
Ik weet niet meer hoe die heet, maar dit is dat ene bier. Er is een bier van Poyala. Ik ben de naam ervan kwijt. Die gerookt is met jeneverbes. Die op bourbonvaten gelegen heeft. Ik weet niet hoe die heet, maar dat is hem. 12,5% of zo. Dat is hem. Dat is hem. Dat is hem, daar hou ik het op. Ik weet niet hoe die heet, maar dat is hem. Dat ene bier van Poala, gerookt bier, met jeneverbes erin. Volgens mij heeft Poala dat bier. Weet je, daar houden we het gewoon op. Misschien zit ik volledig verkeerd. Er zit gewoon een intense smoking component aan. Het kan van een ander vat komen, maar op een of andere manier. En dat rook misschien bekend, want dat bier heb ik gehad. Maar dan volgens mij niet een barrel-aged versie ervan. Of was dat ook een barrel-aged versie? Ik weet het niet meer, maar ik hou het er gewoon bij. Het is dat bier, dat is een bepaald bier, volgens mij met jeneverbessen erin. Of juniper berries, juniper branches, die takken. En dan op een bourbonvat. Fuck it, zullen we daar gewoon voor gaan? Als Walter nu aan het kijken is, en dit is hem, dan zit hij daar gewoon nu echt van, you son of a bitch. Heel af en toe heb ik het bier gewoon in één keer goed. En als dat hier ook het geval is, ik heb het nog maar 1 of 2 keer gedaan. Ik weet nog wel dat ik ooit een mystery beer, ik durf gewoon te zeggen welke, dat ik ineens gewoon wist dat het pannenpot was. Het is Poyala. Het is Poyala. Het is een fruitvlieg. Oké, okay, weet je wat? Er is nog steeds een kans dat ik volledig verkeerd zit en dat het dus wel dat ene, dat het iets heel anders is. Maar ik hou het nu op dat ene bier van Poyala waar ik de naam van kwijt ben. Iets met forest erin die gerookt is met die jeneverbes en dan in dit geval op een bourbonvat. Shit, ik zit verkeerd. Ik zit verkeerd. Oh. Wel lekker. Ja, ik zat, het ging nog even door me heen, maar ik dacht, nee. We hebben het hier over een bier van Puhaste. Puhaste, gevra. Oké, mag ik niet meer doen, hè? We hebben het hier over hun Tumijnen uit de Silver Series. Tumijn? Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Lefroy Barrel Aged. Lefroy Barrel is. Er zijn een paar logische redenen waarom misschien een paar bourbonachtige noten hierin terugkwamen. A special version of Tumijn Imperial Stout aged in Lefroy Whiskey Barrels. Er staat dus niet op iets over het basisbier zelf. Of daar ook gerookte mouten aan toegevoegd zijn of wat dan ook. Dus ik moet even de basisversie van het bier. Wow, kijk nou eens even naar die kleur die ik nou ineens heb. Ik hoop dat ik echt nog te zien ben, jongens. Want ik ben waarschijnlijk nu echt illuminated. Ah. 13% alcohol. Ik zei 12,5. Ik zat er met een half vanaf. Vind ik nog relatief netjes. Ik zat denk ik te vast op dat Poyala verhaal vanwege Waldo. Achteraf had ik ook kunnen weten dat hij zoiets als Poyala wel heel erg ging waarderen. En dat dat zou kunnen zijn. Het is een lange review. Kriebeltje. Het is een lange review geworden, zoals gewoonlijk. Het is een fantastisch mooi bier. Het is echt een heel mooi bier. Wat ik nog niet genoemd heb trouwens, was het mondgevoel. Mondgevoel is ook heel fijn. Voor een barrel-aged bier van 13%, ik weet dat mensen dan denken het zou meer moeten zijn. Met barrel-aged verlies je een beetje dat mondgevoel, een beetje die viscosity, die dikte. Mondgevoel is nog steeds heel fijn. Ik ben nog steeds op zich nog relatief oké met sommige van de dingen die ik zei. Dat kruidige, ja, dat kun je vanuit verschillende aspecten krijgen natuurlijk, kan vanuit gist. Ik wil even opzoeken, ik ken het basisbier niet. Misschien dat er iets in het basisbier zit dat kruidig is. Dat zou ik even moeten opzoeken. Lefroy gebruikt heel veel bourbonvaten, ex-bourbonvaten. Dus het feit dat er wat bourbon tonen naar voren konden komen, misschien een beetje dat bubblegummy, coconutty thing. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit gehad heb in een... In een Lefroy. Maar ja goed, het is ook al heel lang geleden en in die tijd dronk ik nog niet veel bourbon. Wist ik nog niet zoveel van bourbon als dat ik nu weet. Het enige wat ik weet is, het is een fantastisch lekker bier. Het is echt een geniaal mooi bier. Ik hoop zo dat ik nog een beetje te zien ben en niet een grote oranje vlek aan het worden ben. Ik ga straks even terugkijken. Waldo, ik vind het echt een geniaal mooi lekker bier. En Puhaste is... Puhaste?
Poste? Poste? Weet ik veel hoe je het uitspreekt eigenlijk. Dat is een hele goeie. Als iemand weet hoe je het uitspreekt, laat eens weten. Hij heeft hier trouwens wel hetzelfde geintje gedaan, want die Silver Series, die worden dus ook gewaxed. Dus het feit dat hij de wax er weer helemaal af heeft lopen pielen, die vent. Echt Waldo, dedication. Dedication gast, echt heel tof. Ik vond het een heel lekker bier. Ik zat er Valikant naast. Ik zat op bepaalde dingen ook nog wel goed. Dat smoky, earthy, weet je dat peachy. Lafroy is natuurlijk super smoky peachy. Bij Lafroy heb ik vaak wel een heel erg medicinaal component dat ik hier een beetje miste. Maar ja, dat kan op verschillende aspecten liggen. Niet elke batch van Lafroy zal exact hetzelfde zijn. Het kan zijn dat hij misschien maar een paar maanden erop gelegen heeft. Dat zijn allemaal van die factoren die invloed hebben over in hoeverre het vat effect heeft op het bier. Maar hij is wel heel erg lekker. Hij is wel echt heel erg lekker. En hier kan ik nog wel even de rest van de avond van doorgenieten. En straks denk ik ook wel heel erg lekker doorslapen. Dus Waldo, nogmaals bedankt voor het hartstikke mooie mystery beer. Alle mystery beeren, ik vond ze echt super gaaf. Ook heel tof dat je bij de laatste twee wist. Mijn lieve bruid voor Isla Whiskies. Is hier ook heel erg mee voldaan. Dus dat is ook weer super. Dankjewel kerel, echt gaaf. En ook bedankt aan iedereen die in het verleden ooit mystery beers gestuurd heeft. Het zijn er echt heel veel. En ja, dat kan alleen maar door jullie generosity. Dus wederom, hoe hebberig het ook klinkt. Zo bedoel ik het niet, want ik geniet van elke review die ik doe. Wat ik zelf koop, wat ik krijg van webshops, van brouwerijen, van de kijkers voornamelijk. En of het nou mystery beers zijn of niet. Maar willen jullie meer mystery beers zien? Ja, het kan maar op één manier natuurlijk. Via de social media kun je met me in contact komen als je dat wilt. En dat was hem wel voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox. Links naar al mijn social media. Een link naar de Dutch Beer Collective. Waar je alle reviews van Gerben, Remy en Douglas terug kunt vinden. Maar ook een link naar mysterybeer.nl. Waar je alle mystery beers van de Dutch Beer Collective terug kunt vinden. Laat eens wat comments achter als je dit bier gehad hebt. Wat je favoriete vaten zijn voor barrel aging. En wat voornamelijk je meningen zijn over bieren gerijpt op Isla vaten. Zoals Lafroy, Kalaila, Lagavulin, Ardbeg. Om een paar te noemen. Want het zijn er namelijk heel veel. En ik zie jullie allemaal bij een volgende video. En tot dan, proost!